Ik ga ervan uit dat er zeker nog spelers bij gaan komen. Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar de derde aflevering van Timo zoekt het uit. Op dit moment is de transfermarkt in volle gang. Nieuwe spelers die komen en spelers die vertrekken. Hoe staat het ervoor met de transferplannen van AZ? Iemand die ons hier meer over kan vertellen is technisch directeur Max Huiberts. En als het goed is hier de kamer van directeur Max Huiberts. Even kijken of hij aanwezig is. Goedemiddag Max, mag ik jou een paar vragen stellen over de transfer van AZ? Ja? Nou, dan kunnen we dan eventjes hier gaan zitten. Dit is dus het kantoor waar alles gebeurt. Ja, maar af en toe wel eens wat gebeurt. Af en toe wel eens wat gebeurt. Nou, laten we even zitten. De transfermarkt is natuurlijk nu in volle gang, een hele drukke periode voor een technisch directeur. Hoe is het tot nu toe verlopen? Nou ja, eigenlijk kan ik wel zeggen vrij rustig. En dat komt omdat wij natuurlijk grotendeels de selectie bij elkaar hebben kunnen houden. Ja, er zijn 2 spelers binnengekomen. Er zijn vorig jaar 2 basisspelers zeg maar, vertrokken. Nou, dus uiteindelijk, als je kijkt naar de aantallen, dan gaat het redelijk goed op dit moment. Ja. Nou, er verschijnen heel veel berichten in de media. Zo zou onder andere Spartak Moskou geïnteresseerd zijn in Guus Til. En wat kan je daarover zeggen? Nou ja, dat klopt. Er is contact geweest tussen beide clubs. En dat loopt op dit moment. Ik kan daar nog niks met zekerheid over zeggen, omdat wij met die club in gesprek zijn. Maar heel veel nieuws. Op dit moment kan ik daar niet... Er is nog niks definitiefs? Nee. Nee, dus niks over de man. Okay. De transfermarkt is geopend, of sluit op 1 september. Kunnen supporters nog versterkingen verwachten? Nou ja, ik denk wij zijn sowieso bezig om te kijken of we ons natuurlijk kunnen versterken. Ja, dat doen we altijd. Ik ga ervan uit dat er zeker nog spelers bij gaan komen. Alleen ja, ik kan daar ook op dit moment niks over zeggen. Nee. Omdat wij natuurlijk in contact zijn met zeg maar de zaakwaarnemers van spelers. En we zijn nog steeds aan het kijken ook naar spelers. En de scouting is natuurlijk volop wel aan het werk het hele jaar. In deze periode is dat voor hun een drukke periode. Dus ja, je gaat op het laatste moment nog kijken naar de spelers die in jouw schaduwteam staan. Zijn ze nog steeds zo goed? Zijn ze nog steeds een goede toevoeging? Hebben we ze nodig? Of zijn inmiddels onze jeugdspelers die in de voorbereiding zijn aangesloten? Hebben die bepaalde stappen gemaakt in de voorbereiding? Zodat je misschien minder snel nog spelers hoeft toe te voegen. Dus dat zijn allemaal zaken die op dit moment zeg maar, gecontroleerd worden. Maar ik snap inderdaad, het naam noemen is natuurlijk heel lastig. Maar zijn er dan aan wat voor posities moeten we dan denken? Valt dat? Ja, daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Want dat kan het middenveld zijn, dat kan voorin zijn. We zijn in principe in alle linies kijk je naar versterkingen. En als er echt voor ons interessante, goede versterkingen haalbaar zijn, of op dit moment beschikbaar zijn, dan zullen wij het niet nalaten om die toe te voegen. En wat mij heel interessant lijkt, AZ heeft natuurlijk vorige week Jordi Klaasie gepresenteerd. Als we naar zo'n transfer kijken, hoe werkt zoiets? Dus Jordi Klaasie, jullie hebben interesse in Jordi Klaasie. En dan bellen jullie hem, gaat het via de club waar hij op dat moment nog zit, gaat het via een zaakwaarnemer, hoe werkt zoiets? Nou ja, allereerst ga je kijken of je die positie nodig hebt. Nou, dan uiteindelijk valt dus Adam Maher weg, hè. Die heeft de transfer gemaakt naar Utrecht. Dan gaan wij in ons bestand kijken van ja, wat zijn de opties voor ons om ons te kunnen versterken op die positie. Nou, daar stond onder andere Jordi bij. Die stond vrij hoog op onze lijst. Ja. Nou, het eerste wat ik doe is altijd eerst naar zijn management bellen om te vragen of hij daar überhaupt voor open staat. En op het moment dat dat zo is, ga ik contact zoeken met de club. Nou, gaan we kijken of de club ervoor open staat. Nou, als die er dan ook voor open staat, ga je weer terug naar het management, ga je met de speler zitten. En dan ga je kijken of je er ook qua financiële voorwaarden uit kunt komen met elkaar. Nou, dat is gelukt. In de tussentijd heeft Jordi natuurlijk contact gehad met de trainer. Wat ook heel belangrijk is, dat het plaatje zeg maar even sportief geschetst wordt voor de speler. Hoe ziet een trainer hem? Wat is zijn rol in de selectie en in de manier van spelen? Dus dat is een heel traject van zeg maar contact hebben met zaakwaarnemer, club, trainer, speler. En uiteindelijk beslis je om zeg maar de knoop door te hakken en de speler hier naartoe te halen. Ja, goed. Nou, dank u wel. Okay. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En laat in de reacties weten als jij een vraag hebt over AZ. En dan ga ik voor jou op zoek naar het antwoord. Tot de volgende keer.